We verkeren sinds 25 februari 1980 in een soort oorlog die begon met een coup. Haar eerste dieptepunt vond in de decembermoorden en later in de Binnenlandse Oorlog en Mojuana haar vervolg beleefde. De vrede die daarna gekomen is, lijkt op een gewapende stilstand omdat het trauma overgegaan is in een taboe. Het taboe op de bespreking van de decembermoorden. Het taboe is aanwezig op het werk tussen collega's, op feestjes bij vrienden of familie. De eerste verkiezing na de coup vond plaats in 1987. Het Front voor Democratie en Ontwikkeling haalde 40 van de 51 zetels. Dat is 78% van de parlementszetel. Waarom is het trauma toen niet opgelost via de rechterlijke macht? Omdat iedereen zich realiseerde dat dat zou kunnen leiden tot een sociale explosie. De rechterlijke macht bleek niet het geschikte instrument om politieke problemen op te lossen. En dat is in de jaren daarna, toen het Front aan de macht was, steeds weer gebleken. Als de decembermoorden een juridisch probleem was, dan had het Front het al in 1987 opgelost. Maar het gaat hier niet om een juridisch probleem, maar om een politiek probleem. We houden elkaar voor de gek door te stellen dat het een juridisch probleem is dat door juristen in een rechtszaal kan worden opgelost. Ik stel daarom niet een juridische, maar een politieke oplossing voor, gebaseerd op morele gronden, en die houdt in gerechtigheid via waarheidsvinding. Ik had gehoopt dat politici die oplossing zouden brengen. Na 30 jaar heb ik besloten zelf met de initiatief te komen. En moet ik me daarvoor schamen? Veel mensen snakken naar een permanente vrede in de ideologische oorlog rond de decembermoorden. En te midden van het politieke steekspel vraag ik me af, waar snak ik naar? Ik wil een definitieve oplossing voor de decembermoorden. Die oplossing leek tot voor kort ver weg. Wat houdt die oplossing in? Voor mij betekent die oplossing 5 punten. Ten eerste, de erkenning door de verantwoordelijken van de decembermoorden van de pijn die het heeft veroorzaakt. Niet het wegduwen, niet de simpele maar de simpele erkenning is een eerste belangrijke stap. Ten tweede, ik wil weten wat er gebeurd is op 8 december en wat daartoe geleid heeft. Ik wil geen leugens horen over mensen die op de vlucht geschoten zijn. Ik wil de details weten, alle details. Ten derde, ik wil begrijpen hoe en waarom het zo ver gekomen is. Ten vierde wil ik de vraag beantwoorden, welke lessen kunnen we trekken uit het verleden om te voorkomen dat Suriname in de toekomst een nieuwe periode van duisternis zal meemaken. En tot slot, de herinnering aan pijn en verdriet zou een plek moeten krijgen in ons historisch bewustzijn op een manier waardoor we rust krijgen zonder te vergeten. Ik wil even stilstaan bij het proces dat geleid heeft tot mijn oproep en het antwoord aan Boutersen. Sommige mensen presenteren het als een complot dat geïnitieerd is door Boutersen met als doel een vluchtgesprek te voeren met de nabestaanden zodat hij zichzelf kan vrijpleiten van de decembermoorden. Die stelling is een belediging aan mijn adres en bovendien feitelijk niet waar. Het initiatief om tot een getuigenis te komen is niet van Boutersen gekomen, maar van mij. Of het een vluchtgesprek wordt, moet de toekomst uitwijzen. Dat is het risico dat ik neem. Maar om dat risico te minimaliseren breng ik 2 zaken in stelling. Het eerste is een gedegen onderzoek naar de feiten die als basis moeten dienen voor een getuigenis. Daar zeg ik straks meer over. Het tweede is het scheppen van een klimaat dat een vluchtverhaal onmogelijk maakt. Dat klimaat bestaat uit de enorme betrokkenheid van de hele gemeenschap bij dit proces. De meeste mensen die nu kritiek op mij leveren dragen paradoxaal genoeg bij aan dit klimaat. Boutersen en ik kunnen niet terugkomen met een vluchtverhaal. Ik zal dat niet accepteren en de gemeenschap zal dat niet accepteren. We hebben nu een situatie geschapen waardoor nog Boutersen nog ik terug kunnen. We duiken een rivier in en als we elkaar voorbij zwemmen, dan is het enige eindresultaat dat we beiden verdrinken. Een andere optie is er niet. Als Boutersen met vluchtverhalen komt en ik dat accepteer, dan gaan we beiden ten onder. Hij gaat ten onder aan nieuwe leugens, ik ga ten onder aan naïviteit. Brute en pijnlijke eerlijkheid is de enige manier om ons te redden. Als dit proces mislukt, dan is het aan ons beiden te wijten. Maar als het slaagt, dan zullen we honderden anderen dankbaar moeten zijn. Die honderden zijn de mensen die dit proces mogelijk gaan maken in de komende periode. Laat me duidelijk zijn. Ik praat niet namens andere nabestaanden en andere nabestaanden praten niet namens mij. Mijn broer is een van de 15 mensen die vermoord is tijdens 8 december.
Maar 8 december is niet het enige proces van geweld geweest sinds 25 februari 1980. Op 25 februari zijn officier Wim van Aals en agent Sultan omgekomen. In 1981 is Ormseer vermoord en 1982 Hauker en Badal. De Binnenlandse Oorlog heeft aan 387 mensen het leven gekost, waarvan 72 militairen. In Mwana zijn 39 mensen omgekomen. In totaal zijn er 446 mensen omgekomen als gevolg van politiek geweld. Het aandeel van de slachtoffers van 8 december in de totaal bedraagt 3%. Maar die 97% hebben ook een vader en een moeder. Ze hebben misschien broers, zusters of kinderen. Waarom heb ik al die jaren nooit een poging gedaan om contact met hen op te nemen om te luisteren naar hun verhaal? Daar schaam ik me voor. Ik zie keer op keer de foto's van de 15 slachtoffers van de decembermoorden, waaronder de foto van mijn broer. Ik heb nog nooit een foto gezien van de overige 431 mensen. En ik schaam me voor het feit dat ik nooit een poging heb gedaan om die foto's te zoeken. Die schaamte wil ik goedmaken, door in dit onderzoek ook anonieme mensen een gezicht en een verhaal te geven. De nabestaanden mogen niet meer beperkt worden tot de nabestaanden van 8 december. Het begrip nabestaanden moet uitgebreid worden naar alle slachtoffers van alle processen van politiek geweld sinds 25 februari 1980. Ik heb politieke meningsverschillen met de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede en de Stichting 8 december 1982. Ik respecteer hun mening, ook al ben ik het niet met hen eens. Ik hoop dat ze mijn mening ook respecteren, ook al zijn ze het niet met mij eens. Wat we gemeen hebben, is het doorleven van het trauma in ons leven. Maar we hebben nooit om de tafel gezeten om onze meningsverschillen te bespreken. Ik steek hierbij mijn hand uit om een gesprek met elkaar aan te gaan. Misschien komen we tot elkaar, misschien niet. Maar ik hoop dat we op speaking terms kunnen komen en mogelijk ergens in het proces nader tot elkaar kunnen komen. Ik hoop van harte dat ze die handreiking aannemen. Ik ga de komende maanden een moeilijke periode tegemoet. Ik weet niet wat de uitkomst van dit proces zal zijn. Misschien sta ik op het punt de grootste fout in mijn leven te maken. Dat risico neem ik. De brief van Boutersen geeft me het gevoel dat dat besef ook aan de andere kant leeft. De toekomst zal het uitwijzen. Als mensen een strafbaar feit hebben gezien, want die gaan er op 8 december en meer. 8 december is sowieso een strafbaar feit. Als er een strafbaar feit is, het niet. Mensen proberen in de gevangenis te blijven. Ik zie bijvoorbeeld die amnestiewet als een vorm daarvan. De bekentenis van de Boutersen, ook al is het buiten de rechtszaak, staat in die rechtszaak van hem. Problemen van die liever. Hey, hoe gaat hij daarmee om? Als hij dingen zegt die in de rechtszaal tegen hem gebruikt kan worden, wat dan? Ja, dat is zijn probleem, niet de mijne. Dus ik hoef me daar niet druk over te maken wat hij gaat zeggen, wat tegen hem gebruikt kan worden. Laten we nagaan, toen het front eerst aan de macht kwam, hadden ze het kunnen doen. Als het een juridisch probleem was, hadden ze het opgelost. Dus wat doe je als je Boutersen arresteert in een situatie waarbij je 78% van de stemmen hebt? Het hele volk staat achter je. Wat doe je dan? Dan moet je het buitenland inroepen. Dus moet je Amerikanen, Nederlanders inroepen om hier Boutersen te arresteren en te helpen. Maar dat betekent een regelrechte invasie. En kijk, ik probeer me ook te verplaatsen in de geest van de oppositie. Toen zij aan de macht waren, heb ik het gevoel dat ze dingen hebben gedaan niet uit lafheid. Dus niet dat Venetiaan heeft gedaan, ik ben laf en ik bang, ik doe het niet. Maar dat hij die consequenties inschatten van de enige manier om dit tot stand te brengen is buitenlandse invasie. En die stap zou hij niet nemen. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Dit soort overwegingen spelen bij mensen die verantwoordelijkheid nemen. Ja, het is politiek omdat degene die voor de rechtszaal wordt gebracht, president is van het land, voorzitter is van de grootste politieke partij, en dus plotseling niet meer een individuele kwestie is. Dit is een kwestie waar je niet alleen een individu ter discussie stelt, maar daardoor ook het hele systeem. Dus ik kan me niet voorstellen dat ik zeg, dit is niet politiek, terwijl de man president is. Hebt u ondertussen al contact gehad met de heer Boutersen? Nee, en Linske vroeg mij of ik dat ook wilde voor het gesprek. Of ik een contact wilde hebben met Boutersen ter voorbereiding van het gesprek. Ik heb gezegd nee, ik wil dat niet. Ik wil als we eenmaal gaan, wil ik gelijk in het diepe springen. En dan zien we waar ik uitkom. Ik heb het gevoel dat als ik vooraf een contact zou hebben, dat het
de hele spanning die zit in dat ding. Ik weet niet hoe dat zou uitpakken en ik had er geen goed gevoel bij. Ik zei van, laat me, als ik een gesprek heb met Boutersen, moet het geen chit-chat en small talk zijn. Laten we dan gelijk tot business gaan en kijken hoe dat eruit ziet. Meneer, hebt u, u verwees er net al even naar dat het een persoonlijke video op zijn Surinaams zou kunnen zijn van de president, dat hij ook nog steeds met deze gebeurtenissen rondloopt. Hebt u een indicatie waaruit dat blijkt? De brief. De brief die hij schreef. De brief die hij schreef, zegt hij meermalen dat hij niet eens begrijpt hoe hij in die situatie terecht is gekomen, dat het hem ook spijt, dat hij die pijn erkent. Dat heb ik hem nooit eerder horen zeggen. En daaruit leid ik af, en het gegeven dat het hem 3 dagen duurde boven de afgesproken tijd, dat hij bezig was met dat verhaal op een manier die ik niet eerder gezien heb. Denkt u dat het aangenaamd? Dat is het gevoel wat ik heb, ja. En dat is een goed teken.